Iedere donderdagavond komen de kinderen van de Chileense vluchtelingen bij elkaar. Ze hebben het over de tentoonstelling en halen herinneringen op. Ik denk dat we één ding over het hoofd hebben. Oh ja, kijk, pas op. Gloria Aravena was 6 toen zij in Dordrecht terecht kwam. Net oud genoeg om iets mee te krijgen van wat er in haar geboorteland gebeurde. Een staatsgreep door dictator Pinochet. Mijn vader was een van de mannen die meeging in de ME-bus, om het maar zo te noemen. Met nog andere ooms. En mijn moeder wist waarschijnlijk wel dat hij naar het voetbalstadion gebracht werd. Want dan werden alle mannen heen gebracht. Want die werden daar in een lijn gezet en neergeschoten. Vervolgens is daar een Nederlandse journalist ergens op komen duiken. En hij had een brief. Dat was een brief van koningin Wilhelmina. En daar stond in dat er gezinnen asiel zouden krijgen, die zouden gratie krijgen in Nederland. En daar stonden mijn ouders tussen. Dordrecht bleek een fijn thuis voor de 6 gezinnen. Ik kan me herinneren dat wij in Dordrecht kwamen. En wij werden naar de flat in Sterrenburg gebracht. We hadden de liefste buren van Nederland, de familie Strating. Die hebben ons perfect geholpen met alles. En ik weet nog heel goed dat we voor het eerst sneeuw zagen. Dat vergeet ik nooit meer. Dat hadden we nog nooit gezien. Het verhaal van de familie van Gloria is een van de verhalen die zaterdag tijdens de pop-up tentoonstelling wordt verteld. Voor ons is het iets wat niet vergeten mag worden, maar eigenlijk iets wat nog dagelijks gebeurt. Wij kwamen in een warm bad. Wij voelden ons echt welkom. En het is nu zo ernstig om te zien dat de vluchtelingen van nu dat niet altijd hebben.